Hallo, ik ben Otto Oome. Hoe verberg je foto's op je iPhone? Ik ga een vrij uitgebreide tutorial maken over het verbergen van foto's op je iPhone. De foto-app heeft een heel gemakkelijke manier om foto's te verbergen, maar dat zal een zeer korte tutorial zijn. Dus ik ga een beetje verder dan dat. De reden waarom je foto's zou verbergen op je iPhone, dat laat ik in het midden. Die vind je maar zelf uit. Blijf kijken. Hallo, ik ben Otto Oome. Welkom op mijn YouTube kanaal. Als dit de eerste keer is dat je op mijn YouTube kanaal komt, druk dan even op die abonneerknop en zet ook het belletje aan. Dan ben jij de eerste die een berichtje krijgt als ik een nieuw filmpje online zet. Je gaat me verschillende keren zien kijken naar mijn iPhone, omdat ik het op mijn iPhone ben aan het doen. Je gaat het aan deze kant zien wat ik bezig ben. Dus ik ga mijn iPhone aanzetten. Recording. Ik ga naar de foto-app. Ik ga naar albums. En hier staan allemaal foto's die ik heb. Er staan natuurlijk ook veel thumbnails van mijn filmpjes. Dus ik ga een foto verbergen. Ja. Ik heb hier een foto van mijn 850 subscribers. Die ga ik verbergen. Ik klik daarop. Linksonder met het vakje en het pijltje naar boven, daar klik je ook op. En hier in het midden staat verberg. Ja, verberg foto. Ja, en als ik ga kijken, dan staat die foto hier linksonder niet meer bij. Waar staat die dan? Die staat natuurlijk in de folder verborgen. Ja, ik heb er een aantal andere nog gezet. Ik heb dit natuurlijk uitgetest. Oké, dit is verborgen, maar je kan ze nog altijd zien. Ik ga je nu een methode uitleggen waarbij je de foto's echt kunt verbergen. Voilà, foto's echt verbergen. Hoe gaan we dat doen? Ik ga weer mijn scherm opnemen. Je gaat weer naar de foto-app. Je hebt foto's. Ik ga er even die verborgen foto's uithalen. Hoe doe je dat? Je selecteert die foto's, ja. Je klikt weer linksonder dat icoontje en hier staat hef verbergen op. Foto's die verdwijnen uit de folder verborgen. Ik ga terug en ik kan die terugzien bij de filmrol. Hier staan ze weer allemaal. Stel, ik wil die foto, 250 subscribers, die wil ik echt verbergen voor iedereen. Hoe doe je dat? Wel, je selecteert de foto. Je gaat weer naar dat icoontje linksonder. En dan staat hier, zet in notities. Dat gaan we doen. We gaan er een naam aan geven en ik zal zeggen hide. Natuurlijk, je geeft een andere naam. En je zegt bewaar. Je kan er nog een andere foto inzetten. We gaan die 850 subscribers, die gaan we er ook inzetten. Je selecteert die weer. Je klikt weer linksonder op dat icoontje. Daar staat weer zet in notities. Dat gaan we doen. En hieronder staat kies notitie. Die gaan we ook in hide zetten. Oké, dat is goed. En bewaar. Die staan natuurlijk nu nog in je filmrol. Je kan ze selecteren en verwijderen. Ik ga dat niet doen. Dus hoe doe je dat? Verwijderen. Je selecteert dat. Ja, en je drukt op het vuilbakje. Zeer gemakkelijk. Oké. We gaan naar notities. En hier zie je notities staan. En daar staat hide. We gaan er eens op klikken. Ja. En hier staan die twee foto's die ik zojuist heb in notities gezet. Dus de 250 uploads, het was niet 250 subscribers, maar 250 uploads en de 850 subscribers. Nu, dat is wel zeer groot. Hoe kan je dit kleiner maken? Je houdt je vinger erop en dan staat hier verklein alle. Dan staan daar kleinere fotootjes. Nu, als iemand je iPhone kan openen, kan hij nog altijd naar die notities gaan.
hoe verberg je ze nu? Wel, hier staat hide. Je schuift naar links, je swipe naar links. En hier staat dat slotje. Dat selecteer je. En dan staat daar wachtwoord. Ik ga een wachtwoord instellen. Als je al ooit een wachtwoord hebt ingesteld voor notities, dan wordt het gewoon gesloten. Dit is de eerste keer. Ik kies een wachtwoord, Otto. Heel gemakkelijk. En een aanwijzing, mijn naam. Gebruik Touch ID, dat zet je ook aan. Gereed. Voilà. Vergrendeling toegevoegd. Als je nu daaruit gaat, iemand gaat naar notities en die zegt, oh, hide. Vergrendeld. Oei, ik moet dat ontgrendelen. Kijk, notitie. Ik gebruik mijn Touch ID, mijn duim. En hier staan die foto's. Deze zijn nu echt gehide. Dus iemand moet al je paswoord en je duim hebben om daarnaar te kunnen kijken. Je kan dit ook weer terug groter zetten natuurlijk. Je houdt je vinger op een van die twee foto's. En dan verschijnt vergroot alle. Voilà, nu zijn ze weer groot. Wil je ze ooit weer uit notities halen? Dat gaat natuurlijk ook. Dus ik ga eens uit notities. Ik zeg, ik wil die foto toch laten zien. Het is wel heel warm vandaag, dus je ziet mij misschien zweten. Notities. Hide is vergrendeld. Bekijk notitie. Ik voer mijn wachtwoord in. Dat was Otto. Notitie ontgrendeld. Wil je die foto terug in je filmrol? Druk op dat icoontje rechtsboven. En dan selecteer je bewaar twee afbeeldingen. Je gaat naar je foto's kijken. En hier staan die twee. Het is natuurlijk een dubbele, want ik heb die andere niet weggedaan. Voilà, op deze manier kan je foto's verbergen voor anderen. De reden waarom je dat zou doen, laat ik in het midden. Vindt u dit nu een goed filmpje? Geef dan een duim omhoog en abonneer onderaan mijn kanaal. En zet zeker een commentaartje onderaan dit filmpje. Dag!